die drive, weet je, je moet gelijk het gevoel hebben van, hey, ik mag dansen, tralala. Kijk, dit is een nummer van je nieuwste cd? Ja, klopt, ja. Ja, hopelijk wordt dat een single, maar ja, je weet nooit hoe het gaat, want vertel de grote geest je planning van een paar dagen en hij lacht je keihard uit. Gaat het over jezelf? Dit is eigenlijk een hul aan mijn meisje, zeg maar. Ja. Toch wel, ja. Een soort van geruststelling, zeg maar, dat alles oké is. Zo. Zo, nou, dat is wel een feit, want er staan helemaal geen bloemen in, hè. Maar, kijk. Dat is je. Dat is je, jongens. Dat is mijn mama. Goed lachs, hè. Echt een kanjentje, hoor. Ik heb hier nog wat bij me. Een fotootje. Kijk, dit was ze. Dat was ze toen. Dit is mijn oma. Hollandse boerin uit Groningen. En dit is mijn opa uit Saparua, de Molukken. En dit is dan mijn moeder en dit is mijn oom Boeli. Die was piloot voor de knil. Die is helaas ook gestorven, zeg maar. Ik was nog net in Indonesië geboren, zeg maar in 1954. En we zijn met de Van Onder Barneveld. Als laatste zijn we naar Nederland gevlucht. Dus ik vind mezelf gewoon inderdaad een Molukker. Met Hollands bloed. En wat mijn vader is, dat weet ik niet. Hoe komt dat? Ja, dat is een heel zwaar bewaard geheim. En dat zijn zwarte bladzijden van mijn moeders dagboek. En daar kan ik niet in lezen. En als ik dat ook vroeg aan mijn moeder, dan was het Oost-Indisch doof. Dat wilden ze niet. Ze wilden daar niet over praten. En toen was ik 16, 17. Toen ben ik gaan zoeken bij familie. En elke deur ging dicht. Dus het bleef een geheim. En mijn moeder wilde daar niet over praten. En toen heb ik dat naast me neergelegd, geaccepteerd. En mijn moeder die zwarte bladzijde gegund. Mijn moeder was vader en moeder tegelijk. Net als een heleboel moeders tegenwoordig. Zo. Hi. Dit is jouw vaste plek hier? Absoluut. Ja. Ja, niet alleen omdat deze zaak voor mij is geweest, Erik. Want ik heb hem in 85 heb ik dit gebouwd. En eigenlijk anderhalf jaar later kon ik hem alweer verkopen. En dat heb ik ook gedaan. Maar het is wel mijn vaste stek, mijn hideout in de stad. Omdat je hier een blootje mag roken. Eigenlijk zijn het allemaal kortstondige flirtations, weet je wel. Wat ik doe. Concepties neerleggen, noem maar op. Maar belangrijk is gewoon dat ik het doe voor de muziek gewoon. Om vrij te blijven ook. Die vrijheid, geldt dat ook voor je relaties? Ik heb langdurige relaties gehad. En dat is goed, helaas is dat wel voorbij gegaan. Maar altijd langdurig, zeg maar over de 10 jaar. En maar echt trouwen of whatever. Ik heb ook wel samengeleefd, noem maar op. Maar dat gaat me niet altijd goed af. Ik ben toch wel een loner eigenlijk. Je wilt je niet benden? Nee. Nee, ja, gek hè. In die relaties heb ik natuurlijk toch wel kinderen gekregen. En nou, dat is fantastisch. Ik heb 3 kinderen. Rio, Don en Romy. En dat zijn schattige kinderen. Eén van 16, 15 bijna. En eentje van 13. Met 3 verschillende vrouwen, 3 kinderen. Ja, 3 verschillende vrouwen. En hele goede vrouwen, wat ik al zeg, zelfstandige vrouwen. Dus ook in die opzicht. Doen ze het heel goed. Ik ben heel erg trots op mijn moedertjes. Ja. Dit is mijn moeders huis. Mijn moeder woont hier al 20 jaar, heeft hier 20 jaar gewoond. En mijn zusje en ik heb mijn eigen kamertje. En het is voor mij altijd weer een thuiskomst. Zij is eigenlijk moeder de vrouw, zeg maar, geworden van mij. Dat is mijn blood sister, Diana. Oh, ik heb die voice mij ingesproken. Sorry. Kom zitten, moet je wat drinken? Nee, dank je. Het ziet er gaaf uit. Is het gek? Dit is Gita. Gita van der Ham, mijn huidige vriendin. Maar dit is een blijvertje.
Dat is een blijvertje. Komt er een vierde bij jullie? Nou, als dit zo doorgaat, dan zou ik het wel eens een keer mee willen maken. En dan zou ik het met haar willen meemaken. En dan zou ik het inderdaad... misschien zou ik dan eens... There comes a time, you are drifting. There comes a time, you're settling down. Dat is een liedje van Neil Young. En daar kan ik me steeds meer in vinden of zo. Lovely. Lekker uit. Hoe is die? Mooi. Warm buiten. Dat is mijn dochter. Hoe is hij als vader? Ja, leuk. Ja? Ja. Goeie vader? Ja hoor. Maar anders? Anders dan andere vader? Ja, ik weet niet. Ik ben niet anders gewend. Hij is grappig. En hij is altijd wel druk bezig. Mijn vader die altijd om je heen hangt, is ook niet echt zo top. Dus, ja. Ik vind het al goed zo. Vind je jezelf een goede vader, Rikker? Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Eigenlijk soms dan vind ik me echt een slechte vader. Ik ben een fun daddy eigenlijk. Hè? Dus ik zoek met de kinderen, zo heb ik altijd activiteiten gezocht. Weet je wel, om hun toch een beetje bij te brengen dat er nog meer is. Maar je hebt zelf een vader gemist. Heb je niet het idee, zij missen dat ook? Ja, eigenlijk wel. In sommige tijden wel, ja. Maar nou, is dat ook Don zo? Wat? Nou, dat je het heel erg mist. Ik bedoel, vader. Ik heb geen vader gehad, toch? Oh, nou, ik mis het niet zo erg, hoor. Zo. Nou, we zijn, het is oké, denk ik, gewoon zo. Het gaat inderdaad zoals het gaat, hoor. Maar is het niet ook een beetje egoïstisch, zoals je absoluut. De keuzes die je maakt? Ik ben de grootste egoïst ter wereld. Absoluut. En als je met mij kan omgaan, dan ben ik je dankbaar. En dan krijg je van mij ook alles terug. Absoluut. This is what it is. I won't be your lover, man. I won't